Welkom bij Tycho's Wiskunde. In deze aflevering gaan we het hebben over een berucht onderwerp bij HVB, de exacte waardencirkel. En inderdaad, als je zo naar het plaatje kijkt wat ik hier getekend heb, dan verwacht je een behoorlijk ingewikkeld verhaal. En toch is die exacte waardencirkel een belangrijk gereedschap om waarden, inputs en outputs van de sinus en de cosinus te onthouden aan de ene kant, maar aan de andere kant ook om die te begrijpen. Dat is natuurlijk veel belangrijker. En het begint allemaal met die speciale driehoeken die we al eens eerder bekeken hebben, waarvan we de verhoudingen van de zijden al kennen. Namelijk de 30 graden, 60 graden, 90 graden driehoek en de zogenaamde geodriehoek. Dus 45, 45 en 90 graden. Die verhoudingen die kennen we en die heb ik eventjes bij de zijde gezet. Het kan natuurlijk ook net zo goed 2 en 4 en 2 keer wortel 3 zijn, dan heb je grotere. Maar de verhoudingen die zijn altijd hetzelfde. En daar kun je een aantal belangrijke waarden van de sinus en de cosinus direct uit aflezen met behulp van een meetkundige definitie. Bijvoorbeeld de sinus van 30 graden. Nou, wat betekent dat? Sinus was overstaand gedeeld door schuin. Dus dat is ten opzichte van deze hoek is dat 1 gedeeld door 2. Nou, een half. Dat is lekker makkelijk. Maar die waarde half die hadden we ook op een andere manier kunnen krijgen. Namelijk door juist de cosinus van 60 graden uit te rekenen. Ten opzichte van die 60 graden is namelijk de aanliggende rechthoekzijde 1 en de schuine zijde 2. Dus de cosinus van 60 is ook een half. Cosinus van 60 graden. Dat is allemaal hetzelfde. En omgekeerd kunnen we ook de sinus van 60 graden uitrekenen. Dan moeten we juist ten opzichte van deze hoek overstaand gedeeld door schuin doen. En dat is wortel 3 gedeeld door 2. Oftewel een half wortel 3. En dat is dan ook weer de cosinus juist van 30 graden. Dus dat zijn twee belangrijke waarden. Eigenlijk zijn het gelijk vier waarden van de sinus en de cosinus die we exact kunnen uitrekenen. Zo ook bij de geodriehoek. Als je namelijk de sinus van 45 graden wil weten. Nou, wat doe je dan? Ten opzichte van deze hoek is het overstaand gedeeld door schuin. Dus dat is 1 gedeeld door wortel 2. En voordat we dat opschrijven is het handig om dat eventjes te vereenvoudigen. 1 gedeeld door wortel 2 is namelijk hetzelfde als 1 gedeeld door wortel 2 keer wortel 2 gedeeld door wortel 2. We hebben hier eigenlijk op een slimme manier vermenigvuldigd met 1. En aan de onderkant krijg je nu 2 en aan de bovenkant staat er wortel 2. Dus dit is een half wortel 2. En zo schrijven we dat liever op. We hebben liever geen wortels aan de onderkant van een breuk staan. Dus dit is een half wortel 2. En dat is ook weer hetzelfde als de cosinus van 45 graden. Want ja, dan doe je eigenlijk precies hetzelfde. Dan doe je aanliggend gedeeld door schuin, maar dat is hetzelfde getal. Dus de cosinus van 45 graden is hetzelfde als de sinus van 45 graden. Dus we hebben hier een paar speciale waarden eigenlijk die de uitkomst kunnen zijn van sinussen en cosinussen. Namelijk een half wortel 2 en een half wortel 3. En waarom in die volgorde? Omdat dat van klein naar groot is. En dan gaan we eens kijken wat dat nou te maken heeft met de waarde in die cirkel. We hebben ze daar namelijk ook staan. Een half, een half wortel 2 en een half wortel 3. Dus als we deze waarde weten, dan kunnen we dit eventjes uit gaan vegen. En eventjes samenvatten wat we nou precies hebben. Dus we hebben de sinus en we hebben de cosinus. En we gaan ook eventjes over van graden op radialen. Waarom niet? 30 graden? Nou, misschien beginnen we wel met 0 graden. 0 graden, dat is ook 0 radiaal. 30 graden is een 6e pi radiaal. 45 graden is een 4e pi radiaal. En tenslotte hebben we die grote hoek, dat is 60 graden, oftewel een 3e pi radiaal. Pi gedeeld door 3. De sinus van 0 is 0. De sinus van 30 graden hebben we net gezien, dat is een half. En de sinus van 45 graden, dat was een half wortel 2. En de sinus van 60 graden of pi gedeeld door 3, dat was een half wortel 3. Dat zien we hier terug, namelijk dit punt hoort bij een hoek van 30 graden. En de sinus, dat is de y-coördinaat van dat punt, die is dus een half. Klein stapje verder, dan hebben we 45 graden, dat is bij die blauwe lijn, dan is de sinus juist een half wortel 2. En hier is de sinus juist een half wortel 3, dat is weer net iets groter. Nou, de sinus van 90 graden, hè, dat is natuurlijk een half pi, die kunnen we er ook nog bij zetten. De sinus van een half pi, dat is gewoon 1. Hè, dat is de grootste waarde die de sinus ooit kan bereiken. En bij de cosinus draait het eigenlijk een beetje om dit verhaal. Dus de cosinus van 0 graden, dat is 1. Dat was namelijk de x-coördinaat van dit punt.
En de cosinus van 30 graden, dat is de x-coördinaat, dus dat is juist die grotere waarde. Dat is een half voor de 3. Nou, bij 45 graden of pi gedeeld door 4, waarde is hetzelfde. Dus dan krijg je hier een half voor de 2. En bij de cosinus krijg je juist bij de grote hoek een half. Dan zit je hier zo en de x-coördinaat is precies op de helft tussen 0 en 1. En tenslotte, bij een hoek van 90 graden of een half pi, dan is de cosinus 0 geworden, dat x-coördinaat. En dit tabelletje geeft dus eigenlijk al die bijzondere waarden in de exacte waardecirkel in het eerste kwadrant, noemen we dit. Dus rechtsboven van het assenstelsel. Maar al die andere waarden, die zijn eigenlijk hetzelfde, maar dan gespiegeld in de x- of in de y-as. Dus dan komt er een minteken bij. Bijvoorbeeld, dit punt hoort bij een hoek van, nou, 30 graden, of 60 graden en dan nog een keer 60 graden. Dus oftewel 120 graden of 2 derde pi. En wat is er dan aan de hand? Nou, de cosinus, dat is de x-coördinaat, die is dan redelijk klein en negatief. Dus dat is min een half. En de sinus, die is nog steeds een half wortel 3. Die is gewoon positief. Dus hier is de cosinus telkens negatief en de sinus positief. Hier zijn ze allebei negatief. En hier is de cosinus positief en de sinus negatief. Maar die waarden die hier staan, die zijn telkens hetzelfde. Dus je kan bijvoorbeeld de coördinaten van dit punt gelijk opschrijven. Namelijk, de x-coördinaat, nou dat ligt ver van de oorsprong. Dus dat is die grote waarde, maar dan wel negatief. Min een half wortel 3. En de y-waarde, dus de sinus, die zit, dat is juist een redelijk kleine waarde. Hè? Maar die is ook negatief. Dus dat is min een half. Dus je kan die waarden gewoon onthouden van klein naar groot als het ware. Misschien helpt het ook nog om eventjes een benadering op te schrijven. Dus we hebben natuurlijk 0, nou dat is natuurlijk gewoon 0. En we hebben een half, die kun je ook schrijven als een half wortel 1. We kunnen hier ook een half wortel 0 van maken, als je dat per se wil. Dat is gewoon 0. En die volgende, dus een half wortel 2. Nou, dat is dus een half wortel 2. En dat is ongeveer 0,707. Dus als je dat zou meten, dan is het iets meer dan 70% van die hoogte hier zo, die een half wortel 2. En tenslotte die grootste waarde, dus een half wortel 3, dat is ongeveer 0,866. Hè, wortel 3 is ongeveer 1,732, dus dan krijg je zoiets. Dus dan zit je al op 86,6% eigenlijk van die hoogte. Dat is puur eventjes om een idee te geven. Maar het rijtje is wel grappig. Je hebt dus een half wortel 0, dat is 0. Een half wortel 1, dat is een half. Een half wortel 2, dat is de volgende waarde. Dan krijg je een half wortel 3. En in principe kun je 1, dat is die grootste waarde, die kun je ook nog een keer schrijven als een half wortel 4. Dus op die manier zou je het ook kunnen onthouden. Maar eigenlijk, persoonlijk, vind ik dat niet echt nodig. Je hebt gewoon 0 en 1. En dan heb je 3 waarden daartussen. Dat is niet zo heel veel om te onthouden. Dus dan kunnen we de waarden van de sinus en de cosinus voor een heleboel hoeken, of het nou in radialen of in graden is, die kunnen we zo opschrijven. Dus laten we eens een heel lijstje bekijken met voorbeelden. Zoals eerder gezegd, maakt het bij die exacte waardecirkel niet zoveel uit of je nou in graden of in radialen bezig bent. Maar uiteindelijk gaan we toch moeten wennen aan die hoeken in de radialen. Begin even met graden. De cosinus van 120 graden. Nou, dat is niet 30 graden, niet 45 graden, niet 60 graden, niet 90 graden, maar wel 90 graden plus 30 graden. Oftewel, het hoort bij dit punt, 120 graden. En we moeten de cosinus weten, dus dat is de x-coördinaat, die is min een half. Oké, dat is lekker makkelijk. Dus zodra je dat plaatje in je hoofd hebt, ben je er eigenlijk al. Sinus van 270 graden. Hoeveel is 270 graden eigenlijk? Dat is 3/4 van een cirkel. Dus we beginnen natuurlijk altijd hier. Dan weet je dus dat het om dit punt gaat. En we willen de sinus weten, dus dat is de y-coördinaat, dat is gewoon min 1. Dat is zo'n extreme waarde op de eenheidscirkel. De cosinus van min 2 derde pi. Nou, dan gaan we de andere kant op. Dus, want het is een negatieve hoek. 2 derde pi, hoeveel was dat ook alweer? Dat was 120 graden. Dus we gaan helemaal zo naar dit punt. Nu moeten we de cosinus weten, dat is de x-coördinaat. Dus min een half. Komt eigenlijk bij hetzelfde punt uit als bij deze cosinus. Alleen, of je nou hier zit of daar, de cosinus, de x-coördinaat, is toch hetzelfde. De sinus van 1¼ pi. Nou, 1 pi, dat is helemaal hier. En dan ga je nog een kwart pi verder. Dus dan kom je uit bij zo'n blauw stuk die eigenlijk heel symmetrisch wordt. Dus hier is de sinus
Een beetje hetzelfde als de cosinus, maar dan misschien een ander take. Ligt er een beetje aan waar je zit. Hier zijn ze allebei negatief. Dus de sinus is hier deze waarde, maar dan de negatieve versie. Dus min een half wortel 2. Min een half wortel 2. De sinus van min een half pi. Dat is een makkelijke, want een half pi dat is een hoek van 90 graden. Dus dan ga je naar hier, min 1. Dat is weer hetzelfde als deze eigenlijk. De sinus van min anderhalf pi. Gaan we helemaal van hier naar daar. Drie kwart van de hele cirkel. Dus de sinus is daar gewoon 1. De cosinus van min 1 1 derde pi. Gaan we ook weer hier. Dit is min pi. En dan nog een derde pi. Dus dan komen we hieruit. De cosinus daarvan is weer min een half. Oké. De sinus van 5 zesde pi. Waar zitten we dan helemaal? Nou, dit is pi. En dan gaat er een zesde pi vanaf. Dus dan zitten we gewoon weer bij dit punt. 5 zesde pi. En de sinus daarvan is een half. Oké, nou, de laatste die er staat. De sinus van 3 2 derde pi. Dat is misschien een beetje verwarrend. Want 2 pi is al een hele cirkel. Dus als we helemaal zo gaan, dan hebben we 2 pi gehad. En dan hebben we dus nog 1 pi. Dan zitten we hier. En dan nog 2 derde pi. Dus dan zit je helemaal hier. 3 2 derde pi. Als je er nog 1 derde pi bij zou doen, dan heb je 4 pi. Dus dan ben je weer een volle cirkel verder. Wat is hier de sinus van? Dat is de y-coördinaat. Dus we moeten deze waarde hebben. Dat is die grootte als het ware. Maar dan wel negatief. Dus dat is min een half wortel 3. Dus hopelijk helpt het jullie, net als mij, ook een beetje om de waarden van de sinus en de cosinus te visualiseren. En uiteindelijk is het handig als je dit plaatje min of meer uit je hoofd kent. Als je het eigenlijk kan dromen, zo'n beetje. En natuurlijk zijn er nog veel meer exacte waarden van de sinus en de cosinus. Je kan ook de sinus van 15 graden en de cosinus van 27,5 graden. Die kun je exact uitdrukken met allerlei wortels. Maar deze zijn echt het simpelst. Dus die moeten we weten bij wiskunde B. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.